Breda Nu. Je weet het meteen. Wat zien we allemaal dit jaar en horen vooral? Nou, we hebben al heel veel gehoord eigenlijk. Hè? Dus we hebben dus Henk Kraaienveld bijvoorbeeld gehoord bij de Bruine Pij. Heel vol, geweldig. Hermine en Sebastiaan hebben we net hier gehoord bij Park. Was ook enorm vol en druk. Tegenover heb je Heren van Breda. Daar zit het ook helemaal vol. Het is gewoon fantastisch. We hebben de mensen uit Mendoza al gehad, de leerlingen. Die zaten bij publieke werken. Straks hebben we nog een concert bij publieke werken. En bij Zeezicht, dat draait op het ogenblik ook Maricot Froid met het trio van Harry Kanters. Dus het draait allemaal perfect en heel erg goed. Leuk. En iedereen doet ook weer mee dit jaar? Of zijn er veel veranderingen ten opzichte van eerdere jaren? Nee hoor, wat de zaken betreft zijn het dezelfde zaken die dus ook hetzelfde cafés die de andere jaren dus ook mee hebben gedaan. Hey, voor het programma, wat zijn nou de bijzondere dingen dit jaar? Qua artiesten? Ja, ze zijn allemaal bijzonder natuurlijk. Maar er zit een hele grote variatie in wat benadering betreft van de swingmuziek. En als je dan bijvoorbeeld hier kijkt bij Park, Hermine, Deurlo dan samen met Sebastiaan van Bavel, heb je een heel aparte manier van benaderen. Maar hiernaast bijvoorbeeld, daar zat dus accordeon met gitaar en bas, Rick Cornelissen. En die benadert de jazz weer op een heel andere manier en de swing als dus eigenlijk hier gebeurt. Bij de Bruine Pij, Henk Kraaienveld, is ook weer op een heel andere manier als het hier is. Dus het zijn allemaal verschillende soorten benadering van de swing en de jazzmuziek. En toch is voor veel kijkers en voor mijzelf ook de mondharmonica eerst geassocieerd met blues eigenlijk. En met jazz zie je het eigenlijk niet zo heel vaak. Dus hoe is dat zo gekomen dat je toch deze richting op bent gegaan? Ik speelde eerst saxofoon, maar ik was een groot fan van Toets Thielemans. Nou, Toets Thielemans is echt de jazz mondharmonica speler ter wereld. Ik had zijn geluid altijd in mijn hoofd. En de blues, dat is eigenlijk niet echt mijn terrein. Het is ook een andere mondharmonica. De bluesharp is gewoon zo'n mondharmonica. Je kan, als je super goed speelt, kan je daar ook heel veel op spelen. Maar de chromatische mondharmonica is dus dit ding. En die heeft een schuifje. En daar speel je de halve tonen mee. Dus je kan het simpel zeggen dat hier de witte en de zwarte toetsen van de piano allemaal op zitten. Dus, ja. Klinkt wel heel ingewikkeld. Ik heb begrepen dat je het jezelf hebt aangeleerd. Ik heb wel conservatorium gedaan hoor, op saxofoon. Dus zo'n autodidact ben ik nou ook weer niet. Maar er waren eigenlijk toen geen leraren mondharmonica. En trouwens in de jazz heb je natuurlijk wel meer mensen die geen leraar hadden. Ik bedoel, Charlie Parker had ook nooit les. Dus dat kan best wel, maar je moet harder studeren denk ik. En allemaal dingen zelf uitzoeken. Maar dat vind ik wel weer leuk eigenlijk.
En jouw pan, heb ik begrepen, heeft een mooie prijs gewonnen afgelopen jaar. Een Edison, heb ik het goed begrepen? Ja, ja inderdaad. Vorig jaar, maar dat is al vorig jaar hoor. Dat gaat hard. Nu zijn er alweer nieuwe Edisons, geloof ik. Of die zijn in november, komen er weer nieuwe. Dus volgende maand. Ja, ja of even voor de niet-kenners. In welke richting en hoe zat dat precies? In de richting jazz. En het was de categorie jazz nationaal. En ik kreeg in... volgens mij juli of augustus kreeg ik een telefoontje van mijn label. Eerst dat ik genomineerd was. En toen sprak ik iemand van de Edisons. En die zei een week later van, joh, je hebt gewonnen, maar je mag het nog niet zeggen. En, of nee, toen zei die, nee, hij zei inderdaad van, jullie gaan met het Metropool spelen. Met het Metropool Orkest hebben we toen gespeeld. En toen zag ik op de website van, de winnaar speelt altijd met de Metropool. Dus toen ging bij mij een soort belletje van, hey. En toen zei ik tegen die vent van, heb ik nou ook gewonnen? Is dat zo? En zei die, ja, je hebt wel gewonnen, maar je mag het nog niet zeggen. Het vocalistenconcours, dat is ook een beetje het adviesje voor vandaag, dat je daar winnaar van bent. Ja, hoe is dat zo om zo'n prijs te winnen en om daar dan zo mee rond mee te kunnen spelen en toch met een stukje extra naambekendheid? Eigenlijk al wat je zegt. Het is een hartstikke leuk extra. Je moet het telkens maar weer laten zien natuurlijk. Maar ja, dat was een ontzettend leuke ervaring om dat mee te doen en ook nog te kunnen winnen. En ja, dat neem je mee. Nou heb ik begrepen dat er nog geen album is. Maar dat hij wel op komst is. Hoe zit dat? Dat klopt. Ja, weet je, als muzikant doe je best wel veel dingen. En je hebt af en toe een project zus en dan gaat het andere project weer iets minder aandacht krijgen. En zo gaat het een beetje switchen de hele tijd. Dus eerst wilde ik eigenlijk snel een album maken. En later dacht ik van, nou, ik heb iets meer tijd nodig om te denken van, wat wil ik nou precies gaan doen? En heb ik dat even wat uitgesteld. Dus ja, ik hoop wel dat het toch dit jaar... moet gaan komen. Het zit wel nog in de planning. Het zit zeker nog in de planning, ja. Daarvoor geniet ik te veel van het zingen met een band. Ja. Wat zijn je dromen? Wat wil je nog meer? Nou ja, sowieso volgend jaar hier weer natuurlijk. En daarnaast, weet je, ik was laatst met een vocal group waar ik ook in zing, The Junction, aan de andere kant van de wereld aan het spelen. En dacht, hey, droomde ik niet 5 jaar geleden van het toeren met een eigen band over de hele wereld. En ja, daar was ik al mee bezig. Dus toen dacht ik van, wauw, dit is eigenlijk al het vervullen van die droom. En een volgende is nog wel North Sea Jazz spelen bijvoorbeeld. Ofwel met deze band of met een a cappella groep. Ja, daar liggen wel mijn dromen.